Ja, voor mij is het een fantastische dag dat ik bij deze prachtige club en uh, goed Elftal mag, mag tekenen. Uh, je speelde natuurlijk in, in Denemarken. Wat, uh, wat dacht je toen uh, AZ belde? Nou, ik was wel even, even verrast. Ik was op vakantie in, uh, in Curaçao, want wij waren ook net, uh, net klaar. En toen uh, ja, was ik wel direct, uh, direct enthousiast door uh, de club AZ die ik uh, natuurlijk ken en door het voetbal wat er hier gespeeld wordt. Ik ben er hartstikke blij mee, jongen. Ik ben er super blij mee. Dank je wel. Wat verwacht je van je periode hier? Ja, ik verwacht een mooie tijd te hebben als ik zie hoe het, hoe het elftal nu draait en uh, ik hoop gewoon mijn steentje daaraan bij te dragen. Er is nog veel om voor te spelen en uh, nou, daar gaan we, gewoon, uh, gaan we gewoon voor en ik uh, hoop dat we zo lang mogelijk overal mee kunnen doen. Wat voor perspectieven zie je hier? Ik denk dat ze wel uh, achterin wat nodig kunnen hebben, maar als je ziet hoe ze afgelopen jaar wel gespeeld hebben, hoe vaak ze de nul hebben gehouden, dan uh, staat het elftal hartstikke goed. Maar, uh, je hebt natuurlijk meer mensen nodig dan uh, alleen 11. En rekening houdend met blessures of schorsingen. Het seizoen is lang, zwaar. En uh, daarom ben ik alleen maar hartstikke blij dat ze bij mij zijn gekomen. En uh, ik kan niet wachten om uh, mijn steentje er nogmaals bij te dragen. Je had het hele gezin mee, hè? Trots? Ja, tuurlijk. Weet je, iedereen uh, was ook mee naar, naar Denemarken. En uh, mijn moeder zelf, die komt ook hier uit de buurt Amsterdam. Ik woon uh, in Almere. Iedereen hartstikke blij en ook trots om, om hier uh, op deze prachtige plek te zijn, ja.